Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Ik ben net wakker en ik ga me klaarmaken, want ik heb een afspraak in Amsterdam. Ik zie er echt niet uit. Mijn wimpers zijn er bijna helemaal af. Ik ga ook geen wimperextensions meer doen voorlopig. Dus moet ik wel even fixen, dus ik moet zo wimpertjes gaan plakken. En ja, dat is het eigenlijk een beetje. Ik ben vandaag weer helemaal gezond begonnen. Ik ben begonnen met water. Ik heb natuurlijk een weddenschap en ik heb de afgelopen 2 dagen heel slecht gedaan. Maar ik was best wel. Dus ik heb ook heel veel chocola gegeten. Maar ik begin weer helemaal opnieuw. En dan ga ik het wel redden. Ik ga het wel redden. Ik heb precies 1 maand om voor de kerst 5 kilo te zijn afgevallen. Dat moet ik redden. Ik ga snel aan de slag. De laatste tijd heb ik echt iets met de roze blush. Ik heb gisteren met Black Friday ook echt zoveel make-up besteld weer. Ik ben echt niet goed bezig. Ik zit er ook even weer aan te denken. Ik ga hem even iets... helder hebben. Ik zit ook weer even aan te denken om weer een Get Ready With Me of zo op te nemen. Want de make-up routine is zo veranderd. Kijk dit bijvoorbeeld. Ik deed nooit highlighter op een tijdje terug. Tenminste op mijn laatste make-up tutorial. Maar ik vind het nu weer helemaal geweldig. En ik gebruik allemaal nieuwe producten nu en zo. Dus ik dacht misschien is dat leuk om dat even weer te doen. En morgen heb ik dus een masterclass van de make-up artiest van Beyoncé, Ariana Grande en zo. Ik denk misschien is het leuk als ik me opmaak dat ik dan gewoon een make-up tutorial opneem. Ik heb vandaag eigenlijk echt heel erg weinig gevlogd in het begin, maar ik heb echt fucking drama gehad in de ochtend. Ik ga niks zeggen precies. Ik heb gewoon echt drama met een chick. Ik ben onderweg naar Amsterdam. Ik ben eigenlijk bijna zomaar 7 kilometer. Ik heb vandaag afgesproken met een oude vriendin uit Almelo. Echt zo grappig. Ik wou haar zo graag weer zien na een lange tijd. En ik heb echt een heel grappige geschiedenis met haar. Misschien ga ik het straks vertellen. Misschien ik moet even met haar overleggen. Ja, ik ga vandaag met haar afspreken. Ik heb er echt zin in. We hebben bij de Meram ons ook afgesproken. En dan zie ik jullie straks weer. Oh, ik heb echt een heel slechte dag in mijn schat. Ik ben ten eerste met mijn hoofd heel hard tegen een auto aangeknald en de deur opendeed. Daarna is mijn mobiel onder mijn stoel geflikkerd. Dus ik wou hem pakken en ik knalde bijna tegen een auto aan. Echt typisch iets van mij. En daarna dus drama. Juist, ik ben nu op de parking. Ik moet even wat rustiger worden, want ik wil gewoon even een leuke tijd hebben met een oude vriendin. Anders kom ik ook zo chagrijnig aan. Maar ik vertel jullie nog wel uitgebreid wat ik bedoelde net. Want het was denk ik vaag en ik was sowieso echt boos. Ik moet echt even afkoelen. Ik heb net ook Nessie me echt super boos opgebeld. Ik moet het toch bij iemand kwijt. Maar jongens, highlighter on fleek. Ik ben inmiddels bij de Meram in Osdorp. En ik ben hier met Poetjoe. Het is echt een oud vriendinnetje van mij vanuit de middelbare school. We hebben net berekend, we kennen elkaar al 15 jaar. Dat is echt vet lang gewoon. Ja, echt allemaal. Jongens, wij doen kapot gezond. Ik heb een zalmsalade en Poetjoe heeft een Caesar salad. Caesar salad. Lekker. Ja, maar waarom zit hier geen saus op? Oh, je had toch wel om saus gevraagd? Ja. Ja, gewoon weer even vragen. Ze zijn vergeten. Yoghurtsaus of niet? Ja. Boertje heeft inmiddels cheesecake besteld. Maar we krijgen dit gewoon nu van het huis. Terwijl ik eigenlijk helemaal niet ongezond wou eten. Ga je dit opeten nu van mij? Een hapje van mij nemen. Nee. En kijk wat ze hebben gebracht. Ik heb dit gewoon voorgeschoven. Hier, eet. Ik zie je nu wel echt heel erg geel leeg, niet normaal. Maar het is inmiddels 4:15 en wij zitten hier gewoon nog steeds van... 2 uur later. Nou, 3 uur later toch? Nee, 2 uur later. We zaten hier om 2:30, 3:30, 4:30, 5:30. Ja. Ja, we zitten hier best lang. Ja, bijna 2,5 uur. Maar het is echt super gezellig. Maar ik dacht, misschien moeten... Oh, die licht hier is wel echt heel erg heftig. Ja, het komt echt door die... En jij staat er wel mooi op, hoor. Ja. Nee, maar ik dacht, laten we misschien ons verhaal even doen. Hoe we elkaar hebben leren kennen. Oké, wij kennen elkaar dus echt sinds we echt super jong waren. We waren 11? Ja, jij was 11, 12, ik was 13 denk ik. 14 max? Ja, jij was ik ben ouder. 2 jaar ouder dan haar. Ja. En wij waren destijds gewoon verliefd op dezelfde jongen. Dus wij maakten gewoon altijd ruzie met elkaar. Maar weet je wat grappig altijd was? Van, wij vonden elkaar toch wel... Wij vonden elkaar... Wel interessant of zo, hè? Ja. We bleven gewoon bevriend ondanks alles. En kijk ons nu.
Ja, nu zitten we gewoon daar om te lachen. Maar het was 15 echt... jaar later zitten we gewoon... Ja, dat was echt vroeger. Dan waren we echt flink op dezelfde jongen. Ja, dat was gewoon heel grappig, man. Ja, daar hadden we het net over. Maar dat is echt zo lang geleden. We zitten nu echt gewoon om te lachen. En vooral als we er nu gewoon weer over hebben. Over vroeger. Ja. Over die kleine details. Ja. Dan moet je echt lachen gewoon. Ja, dat is echt leuk achteraf. Ja, maar wel mooie tijden. Zo, ik ben weer thuis. Het was echt super gezellig met Boerjoe. We hebben echt heel lang gekletst. Zo gezellig. Het is echt heel raar om zeg maar iemand met wie je zeg maar... op school heb gezeten vroeger om daar gewoon na een paar jaar weer, ja, om elkaar gewoon na een paar jaar weer te zien en gewoon te praten over dingen die vroeger gewoon zo normaal waren en ja, hoe je nu in het leven staat en wat er allemaal ondertussen is gebeurd. Echt super leuk. Ik vond het zo leuk om te zien en ik vond het echt heel gezellig. Helaas speelt vandaag echt zoveel drama in mijn leven. Ik heb nog nooit zoveel drama in mijn leven gehad, ik zweer. Ik ga je heel eerlijk zeggen, sinds ik getrouwd ben heb ik niet zoveel drama in mijn leven als nu. Nu ik wat actiever ben op social media en ik bel daar zo erg van. Maar dit is gewoon het wereldje, dat moet ik een beetje accepteren. Even kijken wat ik wou zeggen. Ja, wat ik wou zeggen aan jullie nog. Boerjoe is dus een kreeft en ik ben een schorpioen. En zij zei ook al dat wij dus eigenlijk het beste matchen met elkaar. En ik geloof er heel erg in. Dat het allemaal wel echt heel erg klopt, weet je wel. Ik ben ook heel erg geïnteresseerd in sterrenbeelden. En ik lees er altijd zoveel over. En ik vind het altijd zo erg interessant. Ik zoek ook altijd op van tevoren, zeg maar, voordat ik met iemand afspreek van... wat is zijn sterrenbeeld? En of het wel bij elkaar past qua energie en zo. En meestal klopt dat toch wel. En vandaag ook weer, weet je wel. Zoals we al zeiden vroeger, mochten we elkaar eigenlijk helemaal niet. We waren echt kleine pubertjes. En we hadden altijd wel ruzie en bla bla bla. Maar... op een of andere manier hadden wij zeg maar die aantrekking terug naar elkaar toe. Want we vonden gewoon elkaar interessant en gewoon leuk. En we bleven gewoon met elkaar omgaan. We hadden dezelfde interesses, een beetje dezelfde humor. Ik vind dat gewoon echt een toffe meid. Dus op de een of andere manier kom je dan toch bij elkaar als het klikt. En dat is wel tof. Nessie heeft nu nog een podcast. Ik ben nu dus alleen. Ik ga even snel douchen en me omkleden. Mijn hakken uitdoen. Ik heb weer de hele dag hakken aangehad. En dat doe ik echt gewoon bijna nooit. Maar de laatste tijd, sinds ik deze schoenen heb gehad, doe ik het weer. Omdat het best wel fijne schoenen zijn. Kijk, ik heb het op deze enkel daar. Dus ik laat je even zien. Kijk, deze. Ze zijn echt zo chill. Oh, ze zijn vies. Kijk dan wie er nieuwsgierig is. Oh, waarom ga je weg? Inari. Kom. Waar is jouw aardappel? Waar is jouw aardappel? Dina, waar is jouw aardappel? Zij speelt ook met haar aardappel. Dat is het enige waar ze mee speelt. Hij kan hem niet vinden. Waar is je aardappel nou? Lira. Dina. Nou, niemand wil met mij spelen. Is jouw aardappel misschien hierin? Nee. Ik wil je één ding zeggen, zeg maar. Hoe ouder je wordt, hoe meer je eigenlijk gaat beseffen dat vriendschappen eigenlijk gewoon niet bestaan. Dat is gewoon zo. En ik word altijd zo teleurgesteld in de mensheid. Maar dat is eigenlijk gewoon mijn eigen schuld. Weet je, als je zelf, zeg maar... alles geeft voor een vriendschap. Ik vind dat heel erg belangrijk. Dat ik dan echt alles geef voor iemand van... ja, heb je dit nodig? Oké, dan fix ik dat voor je. Wil je dit doen? Ja, tuurlijk kom ik wel met je mee, weet je. Ik vind het gewoon chill. Als mensen ook zo zijn bij mij. Dus ik doe dat ook bij mensen. En ik geef me gewoon heel erg voor mensen. En dan als zeg maar iets zeg maar niet gaat hoe je dat wil... dan ben je gelijk zo heel erg teleurgesteld. En dat heb ik vandaag heel erg. Ik heb gewoon gemerkt van... dat ik niet meer zelf zoveel moet geven. Want ik heb heel erg zeg maar in mij dat ik mensen heel erg graag wil beschermen. Dat ik mensen niet wil teleurstellen. En dat ik gewoon... ik wil altijd wel redelijk blijven tegen mensen. Altijd, no matter what. Ook al gebeuren er slechte dingen misschien, weet je wel. Of gaan dingen niet zoals ze moeten gaan, weet je wel. Ik wil altijd wel redelijk blijven. Maakt niet uit, weet je wel. Maar... ook al blijf redelijk terwijl een ander is je zeg maar disrespect. Kan het ook zo zijn dat jij gewoon daarna gewoon de volle... ja, ik gewoon shit krijg gewoon. Dat je gewoon shit ervoor terugkrijgt. Ik ben de hele dag al wel een beetje verdrietig zeg maar. Klinkt heel overdreven, maar ik ben echt verdrietig. En ik heb altijd van... ik voel altijd alles zo heel sterk toch? Of ik ben heel verdrietig, ook ben heel vrolijk. En dingen die worden... gezegd of zo door mensen die ik zeg maar best wel gewoon ken en zo. Dat raakt mij gewoon wel heel erg. En ik reageer dan altijd zo heel erg boos. Maar ik ben gewoon, weet je, ik ben gewoon ook wel gewoon een gevoelig mens. En ja, ik zei al, vorige week zei ik het nog, ik ga nooit meer huilen in mijn vlog. Dus ik huil nou gewoon misschien ook uit woede.
Ik ga even stoppen met de vlog. Ik ga douchen, jongens. Wij zijn inmiddels onderweg in onze halve pyjama's naar Pathé. Welke film gaan we trouwens kijken? Widows. Oh ja, had je net natuurlijk gezegd. Heb je trouwens tickets Heb je al tickets? Ja. Oh, we hebben nog geen tickets. Dat is wel heel erg. Dan heb je echt een leuke plek waarschijnlijk. Wij zijn net dus aangekomen in Delft. We hebben net geparkeerd. Maar de parkeerplek is echt zo druk onder de bios. Dat ik haast denk dat er bijna geen kaarten meer zijn. Tenzij helemaal zo vooraan moet zitten, maar daar ben ik echt niet van plan. Nes, als jij alleen maar als jij tickets hebt, alleen maar vooraan. Ga je dan nog wel naar de bios? Nee, ik ook niet. Dat... Zoals we verwacht hebben, zijn de tickets helemaal uitgekomen. Ik kan ineens één ticket halen aan de balie. Nu? Wat gaan we nou doen dan? Dus wanneer je niet meer naar de film gaat, want alles is uitverkocht, behalve één gare film. En je toch maar bestaat om popcorn te halen en nachos. Ga gewoon snacks halen naar huis, ik ga helemaal stuk. Inmiddels hebben we bios in de auto. Lekker nachos met kaas. Dit is zo in jouw tas dan. En Nessie met popcorn, die bijna gaat flikkeren. Ik wil vandaag vloggen, maar mijn planning is gisteren helemaal gewijzigd. Dus vandaag zijn we gewoon lekker chill thuis. We gaan nu even boodschappen doen. We hebben niet genoeg besteld op picknick vorige keer. En dan zie ik jullie bij de volgende vlog. Doei doei. Bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal. Laat een leuke reactie achter. En like alles. En laat allemaal hartjes achter. En duimpjes omhoog. Dag.